Almere City FC was maandag in Lelystad op bezoek bij basisschool De Kring. Mascotte Ali de Aap introduceerde twee profspelers van de club. Voetballer James F. Morfidis en doelman Joshua Smits kregen een warm onthaal van de leerlingen uit groep 6. Hallo allemaal, ik ga beginnen met mijzelf voor te stellen. Ik ben James F. Morfidis. Het is een beetje een lastige achternaam. Mijn vader is Grieks en mijn moeder is Nederlands. Ik ben daar geboren. Ik ben Joshua Smits, 27 jaar. Net als bij een echte persconferentie mochten de kinderen vragen stellen aan beide profspelers. Zijn jullie getrouwd? Met elkaar, ja. Met elkaar. Ja, met het hele team. Hoe lang ze al voetballen, wanneer ze met pensioen gaan, wat ze eten na de wedstrijd. Dat. Zoals hoeveel goals heb je gemaakt? En hoeveel rode kaarten heb je gemaakt? En wat eet je na de wedstrijd? En hoeveel pannen je hebt uitgedeeld en nog meer vragen. De klas had zich goed voorbereid op de komst van de voetballers. We hebben eigenlijk vorige week een beetje een voorbereidende les gehad. Toen hebben we vragen geoefend. En hoe zit dat nou? Wat voor soort vragen kun je stellen? En ook vooral doorvragen. Dus na een vraag, na een antwoord ook nog eventjes doorgaan. Van, nou ja, wat wil je nou nog meer weten van zo'n voetballer? Dus ja, zeker educatief, absoluut. Voor Almere City FC is dit initiatief de ideale manier om meer binding te creëren tussen club en provincie. Nou, het is belangrijk, hè, als club om je maatschappelijk belang in te zetten. En nou, dat doen wij voor stad Almere. Maar door middel van een roadshow willen we ook de provincie ingaan. En willen we laten zien dat wij meer zijn dan alleen de voetbalclub. En op die manier ook gewoon echt nieuwe fans ontdekken. Nieuwe mensen aan ons binden en verbinden. Het is superleuk. Ze zijn enthousiast zoals ik al zei. En ze vinden voetbal leuk. En ze hebben echt hele leuke vragen over sport, over voeding, over levensstijl van een voetballer. En dus ja, vond jij het ook leuk dat we er waren? Ja. Mooi. Ja, simpel.